Goedenavond, welkom bij Pakhuizen Zwager en AT5. Mijn naam is Servas en dit is Amsterdamse Werken. En wel een hele bijzondere aflevering van Amsterdamse Werken, want we gaan het namelijk hebben over de bereikbaarheid van onze stad op de lange termijn. Wat gaat er allemaal gebeuren? En hoe houden we die stad ook gewoon leefbaar, bereikbaar, prettig, goed om te leven? En ook welke lijnen leggen we waar langs die stad ook in de toekomst gaat groeien? Daarover en heel veel meer gaan we natuurlijk praten met wethouder Melanie van der Horst. En de aanleiding dat je hier ook vandaag bent is natuurlijk zijn de plannen en het nieuws wat de afgelopen tijd veel in onderhand prol heeft gestaan. Over de doortrekking van het Zuidlijn, overkapping van Zuidasdok en sluiting Kleine Ring, maar alle andere plannen die er omheen zijn. En we dachten dat is een goede aanleiding om door te praten over wat heeft Amsterdam nou nodig? Waar moeten we blij van worden? En waarom moeten we speciaal volgens jou, want jij vindt dat we hier blij van moeten worden. Waarom moeten we blij worden van deze specifieke plannen van het Rijk? Nou, laten we maar beginnen, want er is een zogenaamd BO-meert. BO-meert. Is er, en dat is precies het punt al. Ja, die is inderdaad neergezet en het is een soort van abracadabra. Maar wat betekent dat? Dus ik bedoel de letters, meert, is meerjareninfrastructuur. De afkortingen waar je in belandt als je eenmaal dit werk gaat doen, die zijn echt ongelooflijk. Dus die kunnen we vergeten, maar wat precies, is... Precies, dit is het bestuurlijk overleg, meerjarenprogramma, infrastructuur, ruimte en transport. Heel goed. Ja. Voordat ik het trouwens vergeet, want we hebben echt mensen in de zaal, mag ik alsjeblieft een groot applaus voor de wethouder? Wat staat in dat stuk? Ja, dit is eigenlijk een jaarlijks overleg met ministers. Ja. Dus in dit geval Hugo de Jonge van Wonen ook, van de ruimtelijke ordening. En Mark Harbers van Infrastructuur. En dan nog staatssecretaris Vivianne Heijnen van het openbaar vervoer en de fiets. Samen met alle regio's. Dus het is ook echt een heel circus. Wat wordt er eigenlijk opgetuigd? Ze hebben 6 of 7 van die overleggen van 2 uur met 2 regio's tegelijk. Wij zaten samen met Utrecht. Dus wij als hele MRA, metropoolregio Amsterdam, zaten samen met Utrecht. Met een heel comité met die ministers om tafel om afspraken te maken over de infrastructuur en in relatie tot woningbouw. Ja. En dat betekent dus alle wethouders en alle bestuurders uit regio's samen met ministers, die dus inderdaad de grote plannen voor de lange termijn. En uiteindelijk gaat het over verdeling van heel veel geld. En waar dan grote plannen gemaakt worden en waar het ook echt uitgevoerd gaat worden. Ja, ja. Klopt. Wat is er nu besloten? Want ik noemde net al sluiting Kleine Ring. Dat is dus de metro van Isolatorweg naar Centraal. Zuidasdok, dat is de overkapping van de A10 Zuid. En doortrekken van Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp. Nee, maar dat er meer in stond, bijvoorbeeld. Ja, ja, dit was echt... er was heel veel geld beschikbaar vanuit het Rijk voor investeringen in het versnellen van de woningbouwlocaties. Hè. Je moet natuurlijk gewoon goed bereikbaar zijn voordat je echt ergens kan bouwen. Je kan niet zomaar bouwen zonder dat je hebt nagedacht over je infrastructuur. Ja. En daar was dit geld ook voor bedoeld om de woningen te kunnen versnellen. Ja. Om goed infrastructuur dan aan te leggen. Nou, daar was een hele pot met geld voor. Alleen eigenlijk een beetje daarnaast ook zaten we met Zuidasdok. Waar een tekort was. En met een wens om ook de Noord-Zuidlijn door te trekken. Omdat er hier een enorm knelpunt bij Schiphol op het treinennetwerk zit. En daar worstelen ook het Rijk mee. Ja. Dus in plaats van alleen maar te kijken naar woningbouwlocaties die tot 2030 versneld gebouwd kunnen worden met infrastructuurgeld, keken ze ook naar welke grote schaalsprong investeringen, zoals het dan heet. Ja. En welke echt dingen die je niet kan koppelen aan 1 woningbouwlocatie, maar die gewoon voor de hele bereikbaarheid van de regio en eigenlijk grotendeels ook van het land belangrijk zijn. Kunnen we daar niet ook nu met de regio's tot afspraken komen? En nou ja, in deze regio waren eigenlijk dan de grootste knelpunten, zoals dat Zuidasdok en echt het hele treinverkeer rondom Schiphol. Dat zit vast, daar kan eigenlijk geen trein meer bij bijna. Mm-hmm. Dus om dat voor de toekomst bereikbaar te houden, heb je dit nodig om daarin te investeren. En daardoor hebben we ook een deal gemaakt van, nou ja, heeft het Rijk daar ruim 4 miljard beschikbaar gesteld ook. En in totaal dus met de regio samen bijna 5,5 miljard om ook in die 3 grote schaalsprong investeringen te investeren. En dat betekent dus dat die bijvoorbeeld die nieuwe metrohalte bij Havenstad is dan ook om al die mensen die er komen wonen, dat ze ook echt kunnen komen. Ja. En dat is niet alleen over een fietspad. Ja, eigenlijk, want je hebt ook geen, zoals dat al heet, goede ruimtelijke ordening als je niet goed nadenkt over je bereikbaarheid.
En dan mag je gewoon op een gegeven moment, kan je daar tegen procederen geen woningen bouwen. Dus wij willen natuurlijk zorgen dat daar heel veel woningen gebouwd kunnen worden. En dan moet je ook zorgen dat mensen van A naar B kunnen komen die daar gaan wonen. Dus eigenlijk het investeren in infrastructuur zorgt er ook voor dat je veel woningen kan bouwen. Ja. Dus als bijvoorbeeld ook de eitrem op een gegeven moment doorgetrokken moet worden naar Strandeiland. Ja, dat soort zaken, daar moet je over nadenken. Wat we bij Eiburg hebben gezien, natuurlijk dat we misschien wel te snel te veel woningen hebben gebouwd op een plek die qua bereikbaarheid nog niet optimaal was. Dat wil je eigenlijk voorkomen. Ja. Dus je wil niet dat we weer dat soort gebieden gaan ontwikkelen. We willen dat. En je ziet ook dat het Rijk bijvoorbeeld dat ook veel meer doet. En wij in Amsterdam en in de regio ook meer doen. Dat je infrastructuur en woningbouw veel meer aan elkaar koppelt. En niet pas achteraf de infrastructuur gaat aanleggen, maar daarvan aan de voorkant ook wat meer over nadenkt. En als we dan inzoomen op die drie grote projecten die er dan zijn, bijvoorbeeld de doortrek van Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp en Schiphol. Waarom ook naar Hoofddorp? Waarom is die laatste? Nou, juist omdat daar een heel groot gebied ligt dat je eigenlijk nog kan ontwikkelen voor woningbouw. Daar kun je nog woningen bouwen. En is ook gewoon echt een wens vanuit de regio's. En als je kijkt naar, je maakt altijd kostenbatenanalyses, maatschappelijke kostenbatenanalyses, of iets wel of niet een goed idee is. En uit al die onderzoeken kwam ook dat eigenlijk het meeste maatschappelijke rendement oplevert. Ja. Als je hem helemaal doortrekt. Vanwege die woningen, vanwege ook de bereikbaarheid daar, de werkgelegenheid die daar ook is. En ook de behoefte om helemaal naar Amsterdam te kunnen reizen. En je zei net al, rondom de Schipholtunnel is er veel drukte op het spoor. Maar is dat wel echt zo? Want je zou ook kunnen zeggen dat er gaan ook nu goederentreinen overheen. Tenminste, dat kan. Daar zijn ze veiligheidsinstallatie op ingericht. Dat zijn heel vies bij. Nou ja, dat is meer dat ik denk van als iets waar. Nee, laat ik het zo zeggen. Er gaat een HSL overheen, er gaan goederentreinen overheen, er gaan Intercities overheen, er gaan stoptreinen overheen. En het is allemaal Rijk, dus niet vanuit de gemeente. Maar je zou kunnen zeggen, als je de goederentreinen eruit haalt, kunnen de stoptreinen dicht op elkaar rijden. Hoef je geen metro aan te leggen. Uiteindelijk moeten die treinen natuurlijk dan ergens heen. Dus het punt is een beetje, het is een soort flessenhals. Ja. Dus vanuit heel veel gebieden moet het allemaal langs dat ene spoor en gaat het weer verder het land in. En dat is dus een soort flessenhals. En als je die niet uitbreidt, dan blijf je gewoon eigenlijk stuiten op een tekort. Dus is gewoon te veel uiteindelijk. Het openbaar vervoer gaat gewoon veel meer groeien. Ja. En je moet dus iets met Schiphol om het te ontlasten, om ervoor te zorgen dat je meer treinen kan laten rijden. En op het moment dat je meer metro's, als je meer metro, ik hoor iemand ook iets roepen over internationale treinen, ga ik zeker zo ook over zeggen. Ja, ik hoorde net ook iemand roepen die zegt, er gaan geen goederentreinen overheen. Dat is ook niet wat ik zei. Ik zei namelijk dat het ingericht is dat de goederentreinen overheen kunnen. Maar het is inderdaad goed om deze. Reageren gewoon meteen op het publiek. Dat is heel goed. Want goederentreinen en internationale treinen, dat is ook helemaal, daar komen ze op. Maar wat het voor nu vooral ook echt is, het is een flessenhals. Dus het stokt nu. Ja. We moeten dat uitbreiden om ervoor te zorgen dat je straks weer van Alkmaar ook weer goed richting Amsterdam kan rijden. En alle treinen, de frequentie omhoog kan naar de andere steden. Dus in de hele regio, dit is gewoon een knelpunt. Hè? Ja. Gewoon eigenlijk een nationaal knelpunt. Zo moet je het zien. En we willen zorgen dat Amsterdam bereikbaar blijft, dat de regio bereikbaar blijft en het land. En daarvoor moet je dit dus oplossen. Dat is voor nationale treinen. En wat we doen met, zal ik meteen over de internationale treinen gaan? Hop, ja. Wat we ook doen natuurlijk met Zuid als Dok, daar bouwen we extra sporen bij. Mm-hmm. En die zijn ook bedoeld voor internationale treinen. Dus we maken daar juist, in Zuid maken we echt een internationale hub ook om meer treinen naar de rest van Europa te kunnen laten voeren. Dus dat het idee dat we dat Schiphol daar het spoor uitbreiden, dat voor de internationale trein is. Het maakt dat deels ook mogelijk. Dus het is nationale netwerk echt heel cruciaal om dat te doen. Ja, maar het klinkt als iets, wat ook heel vaak gezegd wordt, klinkt het als iets om niet om Amsterdam per se te helpen, maar juist om te zorgen dat Schiphol verder beter bereikbaar wordt. Klopt dat? Nee, ik zeg altijd eigenlijk, de visie is echt dat we naar meer internationaal treinverkeer willen. We willen eigenlijk dat de korte afstanden niet meer nu met de vliegtuig worden gedaan, maar met de trein. En daarvoor heb je deze investeringen ook nodig om ervoor te zorgen dat er meer internationaal treinverkeer vanuit Amsterdam mogelijk is. Ja. Daar zijn de sporen nu niet goed voor. Het Zuid is eigenlijk heel erg geschikt daarvoor om internationaal treinverkeer, dat is goed gelegen.
Veel beter dan bijvoorbeeld Centraal Station. Ja, omdat je die hele lus moet maken. Ja, dat is ook te druk. Hè. De druk daarop is veel te groot. Dus op Zuid zijn er mogelijkheden om dat goed uit te kunnen breiden. En met het idee natuurlijk om, als we meer internationaal treinverkeer mogelijk maken, dat is natuurlijk hartstikke mooi, want dan hoeven mensen hoeven niet meer op Schiphol te komen voor vluchten op de korte afstand. Ik bedoel, dat mensen vanuit Amerika hier naartoe komen vliegen als ze dat echt nodig vinden, dan kan je dus moeilijke metrolijn aanleggen naar Amerika. Maar om er vervolgens te zorgen dat ze, als ze hier zijn, niet de volgende vliegtuig pakken op weg naar een ander land in Europa. Je wil dat ze daar de internationale trein voor pakken. Dus meer verbindingen. Maar dan vraag ik me toch af. Ik snap, de HSL komt uit vlak onder Schiphol, maar dat is erg zo'n keus. Je kan ook zeggen, je gaat om me heen. Je hoeft daar niet te stoppen. Maar het is, je zegt dus, je hoeft niet op Schiphol te stoppen. Je had hem ook via Utrecht kunnen laten rijden. Ik bedoel, dan moeten we daar een stuk HSL aan leggen. Dat is misschien goedkoper, maar je zegt dus echt, je wil ook die connectie maken met bestaande vluchten op Schiphol. Dat is wat je hoopt. Het eerste ding is echt dat je daar, het is gewoon een logische lijn vanuit de regio om doorheen te gaan met de trein. Gewoon voor de bereikbaarheid. Dus van Alkmaar naar Den Haag of zo. Hè? Dan, je gaat daar op een gegeven moment ergens, vaak ga je er doorheen. Dus je wil zorgen dat je daar makkelijker doorheen kan, dat er meer ruimte op het spoor komt. Ja. Daarnaast is het natuurlijk mooi, dat als je dan toch bezig bent, ook die internationale treinen mogelijk te maken. En dat is vrij logisch, om dat natuurlijk ook te organiseren rondom Schiphol. En niet alleen maar, je wil niet alleen maar in Amsterdam zorgen dat je naar Parijs kan. Je wilt natuurlijk breed aanvliegen. Dat veel mensen in de regio gewoon naar allerlei gebieden in Europa kunnen. Ja. Dus dat is een hele mooie combi. En het is absoluut niet het idee dat we hiermee Schiphol uitbreiden. Het is juist ook het idee om de transitie te maken naar internationaal treinverkeer. Dus je zegt inderdaad, Amsterdam wordt juist door het verstevigen van die verbinding, wordt Amsterdam beter aangesloten, of kan Amsterdam beter aangesloten worden op het internationale spoorwegwerk. Zeker ook en we versterken het lokale netwerk hier in Nederland. Maar ik kan me best voorstellen hoor, dat mensen denken, oh Schiphol, hè, dat vliegen, daar willen we juist vanaf en nu gaan we daar iets breder maken. En ja, het is gewoon stom. Dat snap ik best wel, dat het sentiment is. Tegelijkertijd is het natuurlijk hiermee ook niet geregeld. Hè? Dus dat wij nu meer treinverkeer mogelijk maken, internationaal. En daar is nog wel iets meer voor nodig uiteindelijk. Hè? Met regelgeving, et cetera, beperken van vluchten. Dat moet allemaal nog komen. Nu was die lijn ook ingetekend. Verschillende kaartjes die hier rond zijn gegaan. Is dat dan ook het tracé wat het gaat worden? Of je moet nog naar de tekentafel? Ja, we gaan nu zoals het heet de verkenning in. Wat betekent dat? Dat betekent dat we 2 tot 3 jaar gaan we heel veel onderzoeken doen met inderdaad verschillende tracés. Hè? Dus hoe moet die lijn dan precies lopen? Wat is nou het gunstig? Wat is het handigst? Waar zijn de meeste risico's? En hoe gaan we daarmee om? En daarna pas gaan we echt besluiten, gezien dit, wat wordt ons voorkeur? En hoe gaat het kosten precies? Hè? Want dan weet je veel exacter waar je het over hebt. En dan is het een go-no-go besluit. Dus dat het echt definitief besluit genomen wordt. En hoe gaan we er dan voor zorgen dat ook zeg maar Nieuw-West en Battenverdorp daar ook echt profijt van heeft? Want dat is eigenlijk een tweede metro voor Nieuw-West. Ja, nou ja, het is natuurlijk heel goed om daar ook naar te kijken. Hè? Dus hoe het kan samenwerken ook met Nieuw-West. En daarvoor heb je natuurlijk, uiteindelijk zal je ook de kleine ring, daar gaan we het zo over hebben, dat weet ik maar. Dat is ook een lijn waarop je straks kan zorgen dat überhaupt het metronetwerk sneller en meer kan doorstromen. En ook bijvoorbeeld Lelylaan een belangrijkere functie kan krijgen. Ook weer in die verbinding. Dus ik denk dat je het inderdaad in samenhang moet bekijken. Om ervoor te zorgen dat ook Nieuw-West kan profiteren. Ja, en laten we dan meteen naar Zuid als dok gaan. Want we hebben natuurlijk net een aantal keer aangelegd. Daar komt dus een groot nieuw tweede centraal station, is de bedoeling. En het nieuwe station Zuid, er komt ook een extra perron bij. Ja. Maar het is vooral ook het uitbreiden van die snelweg. En ik weet niet exact, maar er wordt best wel veel rijbanen voor doorgaand verkeer. Zit erin, in de plannen. En 2 rijbanen dan voor afslaand verkeer. Maar waarom moet je überhaupt doorgaand verkeer op de A10 hebben? Ik bedoel, we willen toch minder auto's in de stad? We willen toch ook als willen zeker minder auto's in de stad. De prognose is helaas voorlopig dat niet het geval is, dat het stijgt. Dus we zullen nog wel wat meer maatregelen moeten treffen om te zorgen dat autoverkeer gaat afnemen. Maar hiervan is heel erg de gedachte, dat gebied, dat is een hele belangrijke, gewoon voor de hele Rijksinfrastructuur. Hè. Daar gaan er gewoon heel veel stromen langs. Ook die voor het Rijk heel belangrijk zijn. En waar wij voor willen zorgen is dat je de leefbaarheid ook daar nog hoog houdt. En zorgt dat de doorstroming beter gaat. En op het moment dat je dat ondertunnelt en daarboven veel meer ruimte creëert. Hè, creëert dus ook veel meer ruimte voor dat station en eigenlijk hoogwaardig openbaar vervoer. Ja. En uit elkaar trekken daarvan zorgt voor een betere doorstroming. Inderdaad, hè, gewoon het verkeer dat hier moet zijn,
kan dan hier gewoon zijn. En de rest kan gewoon goed doorstromen. Maar ik vraag me, stel je komt uit Haarlem en je moet naar Almere. Dan kan ik me voorstellen dat je via de A10 gaat. Maar eigenlijk zou je toch willen dat mensen dan gewoon via de A9 doorrijden en gewoon ver buiten Amsterdam blijven? Ja, uiteindelijk is dat nog beter. Maar er zijn gewoon heel veel verkeer dat uiteindelijk ook ergens anders op de A10 moet zijn. He, dus het is niet zo dat ze er alleen maar doorrijden op dat stuk. Maar ze moeten ook gewoon in Noord zijn. Heel veel, dat stuk van de ring is eigenlijk best wel veel bestemmingsverkeer voor Amsterdam. Ja. He, waar Noord eigenlijk veel meer, de ring Noord is veel meer ook een doorgaande route. Dit deel is ook wel echt bedoeld vaak voor bestemmingsverkeer. Dat ergens in die regio moet zijn, rondom Amsterdam. Dus dat ze daar helemaal, ja, dat is onderzocht. Dus dat ze daar helemaal een andere lijn, dat is dan ook niet logisch. Dus het verkeer daar zal toch vaak wel druk blijven. Maar ja, kijk, ik zelf ben natuurlijk vooral het meest blij met de openbaar vervoerinvesteringen. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. Want wat is eigenlijk het verschil? Hoeveel gaat ongeveer dan van het pakket voor Zuidasdok naar OV? En hoeveel als je het hele pakket ook bekijkt natuurlijk, hè, want deze deal gaat natuurlijk ook over de Noord-Zuidlijn en de ring. Zeker. Dan gaat echt de precieze aantallen, weet ik niet in percentages, maar het merendeel, het grote over, gaat echt naar het openbaar vervoer. En dat is ook een ontwikkeling die je nu meer ziet, ook met het Rijk. Voor het eerst heeft het Rijk meer in het openbaar vervoer geïnvesteerd dan in asfalt. Als je kijkt naar wat het BO Meert heeft opgeleverd. En zelfs al iets meer fiets, waarin we denken dat dat nog wel wat meer mag zijn. Dus je ziet wel nu de verschuiving. Maar ja, eerlijk, hè, er wordt ook nog steeds best wel wat in asfalt gestopt. En ik moedig heel erg die beweging aan dat we steeds meer openbaar vervoer doen. Maar heb je dit dan ook met de minister besproken? Dat zegt van, ja, ik wil liefst zoveel mogelijk in ieder geval doorgaande verkeer weren dan van de A10 en zoveel mogelijk langs de A9 laten gaan. Is dat iets wat besproken is? Nou, dat is niet heel letterlijk met de minister besproken. Dat is heel veel in een voortraject. Wordt dat allemaal besproken? Ja, dat is toch even hoe dat dan gaat. Heel veel ambtenaren hier ook. Ik heb met de minister gesproken op die manier. Hier, dus jij wel. Dus ik krijg geen hier keihard aan werken ook. Hè? En daarin heb je dan, je onderzoekt wat het handigst is om te doen. Mm-hmm. Er is op een gegeven moment, toen we echt een probleem hadden met het tekort van Zuidasdok. Oké, we hebben een tekort. Iedereen om tafel. Moeten we dingen aan de scope wijzigen of niet? Hè? Ga je gewoon je plannen aanpassen? Toen is er ook een hele commissie ingesteld. En die heeft advies gegeven. Nee, echt het hele pakket moet je in stand houden. En even, dingen zijn ook gewoon een onderhandeling. Hè? Mm-hmm. Dus het Rijk wil soms een beetje meer dat. Wij willen meer het andere. Wij vonden bijvoorbeeld die sporen ook heel belangrijk. Maar ook een soort van het wisselgeld een ring. Om die dus je moet alles, als je, daarom hebben we ook op een gegeven moment het pakket groot gemaakt. Mm-hmm. Ook met de, wij vinden bijvoorbeeld de hemknoop in de kleine ring ook heel belangrijk. Hemknoop is? Ja, dat is zeg maar weer de metro van Sloterdijk naar Centraal. Oh, ja. Daartussen zit hemknoop, als we dat noemen. Dat is heel erg nodig om weer de woningen te bouwen in Havenstad. Dus we kwamen er alleen over Zuidasdok niet helemaal uit. Dus als mensen zeggen, had Zuidasdok gestopt, want die hele doorgaand verkeer was niet nodig. Je zegt, dat kan niet, want het was nodig om die andere deel van die deal. Ja, en de ondertunneling vonden wij daar natuurlijk wel weer ook belangrijk in. Als we dan toch bezig zijn, willen we wel dat het dan eronder doorgaat. Ja. Dus zo heb je, omdat je het pakket breed maakt, zorg je ook voor dat alle belangen aan tafel zitten. En de Noord-Zuidlijn was bijvoorbeeld ook voor veel regiopartners echt een reden om extra geld ook in het laadje te leggen. En dat was natuurlijk ook nodig om een hele deal rond te krijgen. Zijn nu alle plannen rondom het Zuidasdok voorbij? Want het is natuurlijk behoorlijk hoofdpijndossier geweest. Ja, kan natuurlijk altijd iets gebeuren in de toekomst. Ik heb wel echt het gevoel dat dit nu echt heel, heel belangrijk en bepalend is. Dat we deze deal nu hebben gesloten. En dat we nu zoveel in kaart hebben. Ja. Dat we nu al een goed gevoel hebben om het ook echt af te gaan maken. Maar hey, ja, 100% garanties in dit soort projecten met stijgende kosten heb je nooit helemaal. Nee. En als we dan kijken naar die sluiting Kleine Ring, dus nogmaals, dat is het stuk tussen Isolatorweg en Centraal Station. Maar er wordt alleen maar dat eerste deel wordt in eerste instantie is dat opgenomen. Ja. Waarom niet, want het is 20 minuten fietsen, die afstand. Waarom niet gewoon één keer dat hele stuk? Ja, dat willen wij natuurlijk heel graag. Ja, maar, dus dat ligt ook heel erg op tafel. Maar waarom kwam het niet? Dat wou het Rijk eigenlijk überhaupt nooit. Nee. En nu is het wel in beweging gekomen door het pakket zo samen te voegen. En de hemknoop is heel erg belangrijk om de eerste 20.000 woningen te gaan ontwikkelen. En die liggen ook, hè, die gaan we het snelst bouwen. En wat wel winst is, is dat we nu samen met het Rijk wel de hele verkenning gaan doen tot aan Centraal Station. Dus we gaan alles in kaart brengen wat de beste variant is om de ringlijn te sluiten van Sloterdijk naar het Centraal Station. Mm-hmm. Alleen we hebben nu 100% financiering voor het eerste deel. Dus het eerste deel kunnen we ook echt gaan nu meteen gaan uitvoeren. Maar het andere deel zijn we wel aan het onderzoeken. En dat geeft ook aan dat het Rijk ook wel ziet dat we daar uiteindelijk naartoe moeten.
Dus die heeft wel een soort commitment al uitgesproken door dit gezamenlijk te onderzoeken. Dat we in de toekomst ook de volgende stap gaan nemen. Maar dat was nu gewoon... Ja, dat was er nog niet. Ja, dat ging maar als mensen dus in, als je in Haafdstad woont, is het heel fijn dat je naar het westen kan en naar de Zuidas. Maar je wil ook naar Pakhuis bijvoorbeeld. Zeker. En dan moet je dus ook naar dat laatste stuk kunnen doen. Anders moet We zullen ook wel zorgen dat er natuurlijk ook wel andere busvervoer en zo komt in de tussentijd. Hè. Dus we zullen niet helemaal niks hebben. Dat wordt gewoon eerst met bussen, et cetera. Maar daarna hopen we natuurlijk wel in 2040 het helemaal te kunnen sluiten. En in 2040 moet hij helemaal, is de hoop dat hij helemaal rond is. De hoop, ja. Wanneer gaat dat, wanneer is in ieder geval dat station bij Havenstad, wanneer zal het ongeveer er moeten zijn? Nou, het duurt, om je een gevoel te geven, 2 tot 3 jaar om echt alles te onderzoeken en de hele besluitvorming. En dan zou je dat in 4 jaar kunnen bouwen. Dus 2029 zou het er kunnen zijn. Ja. Zeg ik met heel veel Ja. Lekker snel, dat is wel optimistisch als dat... Nou ja, ik bedoel, dat is wel degene die het snelst kan bouwen. Kijk, de Noord-Zuidlijn duurt bijvoorbeeld wel iets langer om te bouwen. Daar ben je nog wel even mee bezig. Ja. En ook Zuidasdok is echt nog wel, daar zijn we ook nog echt een tijd mee bezig. Dus wanneer in Zuidasdok verwacht je dat die klaar is? 2036. Ja, en Noord-Zuidlijn? En Noord-Zuidlijn, ook iets in de orde van grootte, denk ik. Ja. Want het duurt wel iets van 10 jaar om zoiets te bouwen. Het is gigantisch, hè? Het is soms echt zo... Het is ook best wel raar, hoor. Het is zo abstract soms. Ook zo'n deal, het gaat over zoveel geld en het is ook best wel ver in de tijd. Hè, terwijl we nu al zitten met wegen die vastlopen en we nu al willen dat het openbaar vervoer natuurlijk uitgebreider is en meer. Dus dat is soms ook best wel, nou ja, raar. Ja. En tegelijkertijd moeten we nu nadenken over de toekomst. Omdat ja, op het moment, als we het nu niet doen, dan zijn we helemaal te laat. Nee, omdat het inderdaad altijd verbazingwekkend lang duurt. Nee, ja, ook langer duurt dat is ook vreselijk. Ja, daar is het bestuurder natuurlijk ook niet heel vrolijk van. En als je dan kijkt, want er waren natuurlijk meerdere plannen. Er zijn heel veel mensen die roepen, de sluiting Kleine Ring moet via Noord. Zijn het ook nog dingen die nog liggen? Nee, via Noord, dat is wel echt in eerdere onderzoeken. Want je bent natuurlijk al eerder bezig met onderzoeken of wat wel niet een goed idee is om aan te vragen. En daarbij bleek dat dat gewoon niet haalbaar is. Qua kosten, baten, dat is... Het levert gewoon echt te weinig op qua vervoerswaarde, zoals we dan zeggen. Ja. En, maar dat betekent, voor lieve mensen thuis, zo meteen heb ik daar een tafel, dan kun je vragen stellen. Maar ik probeer even een aantal basisdingen te krijgen. Dat is het fijne als je in een zaal hebt met echte mensen. Dus ik ben heel blij dat jullie er zijn, maar zo meteen kom ik bij jullie. En voor de mensen thuis, mocht je de volgende keer ook bij Pakhuis zijn en mee willen praten, kom gewoon hierheen. Dat is veel leuker dan via TV. Dus ook leuk dat jullie er zijn, maar toch. Altijd fijn om hier fysiek te zijn. Om toch nog verder te gaan, want dat betekent dus... je zegt geen vervoerswaarde daar en dadelijk kies je voor de route aan de zuidkant van het IJ. Betekent dit dan ook dat eigenlijk alle andere verbindingen... dus bijvoorbeeld de IJmeerspoorlijn of de bruggen over het IJ... of misschien de tram van Flevopark naar IJburg... dat die allemaal minder belangrijk zijn? Of dat die er dus gewoon niet gaan komen of de komende 40 jaar niet komen? Nee, dat zou ik zeker niet zeggen. Sommige dingen zijn echt ook vanuit heeft het Rijk echt een belang bij. Ja. He, dus als je een deal sluit met iemand anders die 75% van het geld opbrengt, dan is het wel handig als die andere partij ook een belang heeft. He, dus deze 3 projecten stonden hoog op ons lijstje en ook op het lijstje van het Rijk. Maar en daarom is dat gelukt. Een achttiende van een aantal Nederlanders woont in Amsterdam. Dat is best veel. Dus bijna 1 miljoen inwoners hebben we. Nou, we hebben ook echt wel een stukje meer gekregen dan andere regio's, kan ik je zeggen. Maar toch wel. Wij zijn echt rijkelijk bedeeld. Nee, maar echt. We hebben echt veel meer gekregen dan andere regio's. Dat wil ik niet te hard roepen, want het moet ook nog lang door de Tweede Kamer. Nee, maar omdat dit ook van zo'n nationaal belang ook is... en ziet ook het Rijk van, we moeten hier investeren. Dus het is ook logisch, hè? Ja, maar raakt hij wel... Ik wil absoluut wel iets zeggen over de brug over het IJ natuurlijk. Nou ja, want ik heb al vaker gezegd, die gaan mij ook aan het hart. Ja. Alleen het Rijk heeft al een heel vroeg stadium aangegeven. Die waren eerst tegen de brug over het IJ. Nou, toen er allerlei studies, commissie De Hoge, gezegd... nou oké, op deze manier is het inpasbaar. Zo kan het ook voor de scheepvaart. En toen heeft het Rijk gezegd, nou oké, zo kan het... maar we gaan er niet aan mee betalen. Ja, dan kan je nog 1000 keer dat gaan vragen, maar het antwoord is nee. Dus we moeten nu op zoek naar andere manieren om dat te gaan betalen. Waarbij nu we dit pakket ook hebben, ja, staat... een brug over het IJ. Een hele sprong natuurlijk zeker heel hoog op het lijstje. Om weer te regelen. Maar dat moeten we ook bijvoorbeeld met een vervoerregio... die daar wel een bijdrage aan wil leveren. Nou ja, kijken of we het op een bepaalde manier wel kunnen betalen. Misschien zijn er ook nog
een paar rijke mensen die aan mee willen bij willen dragen. Maar we zoeken natuurlijk gewoon wel naar financiering, want niet alles kan tegelijk. En tegelijkertijd zien we wel met z'n allen, ook als college, het belang van de brug over het IJ. Dus we moeten, nou ja, zoals het al heet, bij de voorjaarsnota. In het voorjaar zijn we gewoon, gooien we alles wat we willen op een hoop. En dan gaan we kijken wat er nog wel kan. En ik hoop natuurlijk dat we op een of andere manier hiervoor ruimte kunnen maken. Over de brug gaan we nog heel vaak uitnodigen. Dus er zullen vast nog wel meerdere momenten komen waar we dat gesprek voortzetten. Maar dat betekent dus dat de ambitie voor de bruggen er nog steeds liggen. Alleen dus vanuit het Rijk wordt gezegd, dat zien we niet. Dan denk ik zelf, wonen in Amsterdam, met de ambitie die we hebben, dat er best wel wat bijgebouwd wordt in Noord. Dat moet je ook bereikbaar houden, diezelfde gesprekken over natuurlijk Havenstad. En ook de noordkant van Havenstad, wat daar natuurlijk is. Ja. Maar dan zijn we het eens en dan moeten we vooral naar Den Haag kijken. Ja, en misschien dan meteen even ook wel de vraag die wel eens wordt gesteld. Hé, maar Rotterdam kreeg wel een brug. Mm-hmm. Dus het kan wel. En dat is een brug waar auto's overheen gaan. Die rijksknelpunten ook oplossen in het hele infrastructuurnetwerk. Hè? Dus ik denk dat dat wel goed is om het even te benoemen. Want ik snap dat je denkt, hé, een brug en een brug. Hoezo krijgen wij hier geen geld voor? Maar dat is dus vanuit, toch die visie vanuit het Rijk meer die zoekt naar de congestie op het autonetwerk. Ja. En ik denk dat het ze vinden dit een te lokale te veel fiets, opgave. Te lokaal. Waarbij ik dus heel erg omarm nu dat ze in elk geval iets van fietsinfrastructuur wel hebben gefinancierd. In Zuidoost hebben we ook geld gekregen, bijvoorbeeld voor het versnellen van de woningen daar. Mm-hmm. In de stationsruimte en ook in fietspaden. Dus dat geeft een beetje hoop. Dat er ook over die fietspaden wel wordt nagedacht. Daar heb ik ook veel complimenten voor gegeven aan het Rijk, want daar zijn we hartstikke blij mee. En we hopen natuurlijk dat de komende jaren daar meer budget ook richting de fiets gaat. Ja, en nu is heel veel verschenen, ook in vooral Amsterdamse media, en natuurlijk buiten Amsterdam, want dat gaat heel veel geld naar Amsterdam, maar binnen Amsterdam wordt gezegd, er worden allemaal plannen gemaakt, en dat is helemaal niet voor ons, of dat is helemaal de belangrijke dingen voor ons, staan daar niet in. En ik snap enerzijds dat je zegt van, dat best wel veel geld gaat naartoe. Maar het gaat dan wel over rijksinfrastructuur wat in die knel zit. En tegelijkertijd moeten we een grote opgave oplossen rondom woningbouw. Moeten we niet nog gewoon harder lopen? Moeten we niet nog meer met z'n allen naar Den Haag doen voor het zorgen dat dit gewoon wel opgelost wordt? Ik denk dat Amsterdam ook wel eens de neiging heeft om alles tegelijk te willen. En heel hard te gaan roepen dat het niet genoeg is. Ja. En dat helpt niet in de onderhandelingen met het Rijk. We hebben echt veel meer gekregen dan andere regio's. En juist die samenwerking en het zoeken naar ieders belang zorgt er ook wel voor dat je dingen bereikt. Waarbij we niet zeggen, we zijn nog niet klaar. Hè? Dus ik zeg ook niet van, dit was het dan en hartstikke bedankt. En nu moeten we tevreden zijn. Nee, we hebben nog steeds dingen die we heel graag willen. Maar dan vervolgens eigenlijk heel hard naar het Rijk gaan toeteren dat het allemaal niet goed is. Dat is denk ik echt niet een verstandige strategie. Wel heel goed blijven samenwerken en ook voor te bereiden op meer naar openbaar vervoer, meer naar de fiets toe. En ook laten zien hoe het in Noord bijvoorbeeld inderdaad wel ook gaat knellen. Ja. Want dat zien we ook op verschillende gebieden. Hè, daar. Er wordt wel iets van geld ook vanuit de Rijksgelden nu aan de Meeuwenlaan gegeven, aan de pontaanlandingen. Dus er wordt ook wel iets geïnvesteerd in Noord vanuit het Rijk, maar niet de brug die we graag willen. We hebben nu eigenlijk alle grote projecten zijn we langsgelopen. Waarom het volgens jou nuttig is voor Amsterdam en waar we er blij mee moeten zijn. Als we kijken naar de bereikbaarheid, zeg maar 2040 van Amsterdam. Zijn dit dan ook de contouren als je door je oogharen naar dat, eigenlijk het soort van ruggengraat van de stad kijkt, van hoe we ons verplaatsen. Dat is dan vooral woningbouw in Havenstad, vooral woningbouw rondom Hoofddorp wordt dan gebouwd in de Haarlemmermeer. Zijn dat dan zeg maar de hoe de stad zich ontwikkelt in de komende tijden? Of zijn er nog andere plekken waar we naar moeten kijken of projecten die er aankomen? Zuidoost wordt bijvoorbeeld ook gigantisch ontwikkeld nu. Mm-hmm. Hè? Maar daar wordt ook geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Al had je daar ook al netwerk. Hè? Dus dat is niet helemaal een soort van nieuw te ontginnen gebied. Daar wonen al gewoon heel veel mensen. En die hebben ook al infrastructuur. Alleen moet dat uitgebreid worden om de grote verdichting daar ook aan te kunnen. Dus dat deel heb je eigenlijk die kant op. Ja, en verder heb je natuurlijk echt Havenstad als groot ontwikkelgebied. Waar iedereen altijd veel over praat en op een gegeven moment denk je, gaat het er dan een keer komen? Of gaat het echt gebeuren? We gaan dat is ook ingewikkeld. Met je collega nog een keer over praten. De uitnodiging ligt op zijn bureau, maar met je collega Ranier van Danzig om dit ook helemaal uit te pluizen. Wanneer komt dat er dan ook echt? Ja. Maar dit zijn de grote lijnen waar langs het gaat ontwikkelen.
Ja, maar waarbij je dus ook echt wel ziet dat er in Noord veel gebeurt. Mm-hmm. En in Zaanstad veel ontwikkeld wordt. Maar in Haarlemmermeer en Half, ja, daar ligt ook echt gigantisch veel. En ook het Schinkelgebied. Nou ja, daar heb je allemaal echt nog wel grote woningbouwlocaties. En uiteindelijk is het denk ik ook wel een beetje kijken naar hoe dat in Almere ontwikkelt. Want je ziet dat in Almere best nog veel ruimte is om te ontwikkelen. Maar ja, er is daar eigenlijk te weinig werk. Dus op het moment dat je daar heel veel woningen bij bouwt, dan gaan ze allemaal, moeten ze allemaal richting Amsterdam of elders om te werken. Mm-hmm. En het liefste ontwikkel je natuurlijk. Ja, liever reis je natuurlijk niet te veel voor je werk, want dat zorgt allemaal voor meer vervoer dat we op een gegeven moment in deze regio niet meer aan kunnen. Dus je moet daar ook slim over nadenken. Maar daar is wel ruimte, heel veel ruimte om gewoon te bouwen. Dus dan zou je zeggen, daar moeten ze ook gewoon een extra verbinding heen, niet alleen die Hollandse brug. Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk ook een IJmeerverbinding, hè, dat je daar ook een goede OV-verbinding hebt. Staat die nog op de agenda? Is dat ja, die staat wel op de agenda. Dus we hebben zowel het Zaan-Ei, het hele verbinding naar Zaanstad en verder. Die moet echt op de agenda blijven. En ook richting Almere moet ook op de agenda blijven. Maar we moeten ook strategisch gaan nadenken waar je bouwt en waar je je werk hebt. Zodat je ook daar... Nou ja, we bouwen bijvoorbeeld nu ook heel graag rondom OV-knooppunten. Want het is natuurlijk fijn dat als je dan wel buiten je stad moet werken, dat je meteen op de trein kan stappen en er niet nog heel erg naartoe. Want dan wordt de auto weer veel te verleidelijk. Dus volgorde eerst auto, dan fiets, dan OV, dan... lopen. Ik wou net zeggen... Ik denk, wacht even lopen, waar dit heen dan gaat. Fiets, maar... dan OV nou, en dan nog, pas het stompprincipe, dat heet stappen, eerst lopen, dan trappen, dan openbaar vervoer. Ja. Dan hebben we mobility as a service, de deelmobiliteit. En daarna komt pas je echt je eigen auto. Fijne verspreking van mijn kant trouwens. Maar, ik ben wel heel benieuwd hoe jij nu rijdt. Ja, hoe jij ik ben hier gewoon met de fiets. Maar als je dan kijkt naar de grote ambitie, want het vorige college is er al mee begonnen, dat is onder wethouder Dijksma al begonnen, de Autoluw-agenda. Hoe sluit dat hierop aan? Want je bent natuurlijk ook wethouder voor groen en luchtkwaliteit. Ja, dat sluit dus heel goed aan. Dus ik ben ook heel blij daarom met de grote investering in het openbaar vervoer. Want ik denk echt dat... Ik riep hier ook over, dit is echt goed voor de duurzame toekomst. We hebben dat openbaar vervoer nu echt hard nodig. En je merkt eigenlijk, even naar nu, dat het openbaar vervoer best wel onder druk staat. En je merkt eigenlijk van links tot rechts in de raad dat men dat heel echt moeilijk vindt. Dat iedereen omarmt het openbaar vervoer. Als je ook ziet hoe de mensen, ook de AT5-panels en zo, allemaal daarover denken. Het openbaar vervoer wordt als heel belangrijk gezien. En op dit moment hebben we in de stad best wel een redelijk goed openbaar vervoer. Alleen we moeten echt blijven investeren in de toekomst. Mm-hmm. Want anders dan gaan we het niet redden. Ik zie je heel erg glimlachen. Dus ik ben wel benieuwd waar die glimlach vandaan komt. Nee, ik ben aan het kijken. Ik luister aandachtig wordt er gezegd. Nee, dus het is echt... Want eigenlijk als je nu naar de regio kijkt, we lopen gewoon vast op termijn. Er komen veel meer woningen bij, veel meer arbeidsplaatsen. En ook nog eens zijn mensen meer bereid om verder te reizen om naar hun werk te gaan. En tot nu toe zien we eigenlijk nog een prognose van 40% meer autoverkeer tot 2050. 40%, dat kan natuurlijk helemaal niet in onze stad. Dat is vreselijk. Dus willen we echt een duurzame en leefbare stad hebben, dan moeten we naar het openbaar vervoer. En daar zijn deze investeringen echt cruciaal voor. En zelfs dan nog, als we dit allemaal doen, hebben we nog steeds een grote uitdaging of het wel genoeg is. Ja. Dan zullen we ook moeten gaan kijken naar soms niet reizen. Ja. En niet in de spits reizen. Want die spits is gewoon te vol. Duidelijk. Er zijn vast heel vragen. Ik hoor heel veel mensen zeggen, als je één voor één naar die tafel toe loopt en stel je vraag, hou hem kort alsjeblieft, want dan kunnen zoveel mogelijk mensen vragen stellen. En stel je alsjeblieft even voor. De eerste vraag. Ja. Wie ben je? Wat is je vraag? Mijn naam is Robert Tieman. Ik ben van de werkgeversorganisatie VNO NCW West. En ja, wat dat betreft een fantastische start van uw wethouderschap. Het applaus is net al geweest, maar dit is in mijn optiek ook ongekend. Dus vanuit de andere regio's wordt ook gevraagd van wat is het plan van de aanpak wat gevolgd is. Dat smaakt naar meer. Mijn vraag is, hoe gaat het met de uitvoering? Dit is fantastisch, maar de tijdslijnen hebben we net ook besproken. We hebben een stikstofdiscussie, we hebben te weinig technische mensen. Hoe ziet u dat voor zich? Uitvoering. En de werkgevers zijn blij. Dus dat is
Ja, dat is sowieso fijn nieuws. Dank daarvoor ook. De helft van de arbeidsmarkt in die zin, dat is niet helemaal waar, maar ja, zou maar het kunnen zeggen. Er zijn natuurlijk terechte vragen die gesteld worden. We hebben een Noord-Zuidlijn gehad waar het niet allemaal zo goed liep. Mm-hmm. Dan moesten we daar ook onder een historische binnenstad doorbouwen. Maar we hebben wel daar heel veel lessen uit getrokken. En we hebben ook al nagedacht over hoe je die uitvoeringsorganisatie echt goed neerzet. Daar wordt echt professioneel naar gekeken. We zorgen er ook voor dat gewoon de hele projectorganisatie en alle kennis die er al was door die lijnen, dat we die houden, ook aanhouden. En we gaan heel goed samenwerken met het Rijk om alle risico's in kaart te brengen. En de lessen van de Noord-Zuidlijn, die passen we allemaal toe, ook als we kijken naar de risico's. Ja. Maar dat we nu, dat het wel spannend wordt met stikstof. We moeten natuurlijk eerst nog 2 tot 3 jaar wel even verkennen. Dus tot die tijd hopen we natuurlijk dat het stikstofdossier even iets weer wordt vlot getrokken. Waarbij we niet op iedere locatie echt problemen hebben met stikstof hier. Maar vorige week, onlangs heb ik hier ook een gesprek gevoerd over energiearmoede. En er kwam heel erg naar voren hoe het stokt in de verduurzaming en vooral isolatie van woningen. Ja, dat zijn eigenlijk dezelfde handelingen nodig hebben om dit soort dingen aan te zetten. En dan is het eigenlijk goed dat we nog even 2 jaar hebben om te studeren. Omdat hopelijk dan de boel wat gekalmeerd is. Ja, Zuid-Als-Dok moet natuurlijk nu wel gaan beginnen. Maar goed, ik denk dat het een groot probleem is überhaupt. Hè? Dat we personeelstekort, dus dat is nu echt nijpend. Dat is gewoon zo. Maar wij moeten gewoon zorgen dat we dat gewoon goed in de markt zetten. Dank. Volgende vraag. Mijn naam is Arjen Kruid. Ik ben landelijk voorzitter van de Reisvereniging Rover geweest. Ik heb met al uw voorgangers gelobbyd voor al deze projecten. Ik ben ontzettend blij dat het gelukt is. Ik mis in uw verhaal totaal de provincie. En ik vind het toch een reëel probleem. Want wat is het probleem in Amsterdam? Die auto's die komen niet uit Amsterdam. Die komen uit de provincie. En ik zie nog steeds de provincie Noord-Holland wegen aanleggen, parkeergarages bouwen. Die zitten nog onvoldoende op de mentaliteit van zorg nou dat je het autoverkeer echt terugdringt. Als u zegt 40% meer auto's, dat is geen onvermijdelijkheid. Maar dan bent u toch afhankelijk van de bereidheid van de provincie om goed om te gaan met bestemmingsplannen in dat gebied. En waarom praat u daar niet over? Met de provincie, zowel de provincie als de provinciale bestuurslaag, maar ook de gemeente zit er in de omgeving? Of echt precies de bestuurslaag? De provincie heeft de bevoegdheid om bestemmingsplannen te toetsen. Duidelijk. En die kan dus zeggen, dit gaat niet door die weg of Duidelijk. Dit gaat niet en door. En dat is bestuurslaag. Provincie, je moet vaker naar Noord-Holland of naar Haarlem. Ik wil u ten eerste hartelijk danken voor al het lobbywerk dat u dan al heeft gedaan. Het heeft mijn lobbywerk weer wat makkelijker gemaakt. Lobby is een proces van jaren. Maar precies, dat is absoluut waar. En het is ook zeker dat we dat met de hele regio hebben gedaan en met vele voorgangers. En ik denk dat het een heel terecht punt is wat u aansnijdt. Kijk, het nut van deze deal voor bijvoorbeeld Alkmaar is ook, ik hoop dat ik dat wel een beetje duidelijk heb gemaakt, dat het ook voor de regio heel belangrijk is dat we nu meer met het openbaar vervoer kunnen gaan reizen in de toekomst. Maar het andere punt dat u aansnijdt vind ik ook heel interessant, is om te kijken, ik ben ook voorzitter van de vervoerregio, dat is niet de hele provincie, dat is de vervoerregio. En daarin hebben we wel ook in ons bestuursakkoord allemaal dingen opgenomen over toch meer stimuleren van fiets en van OV en ook beter plannen waar je je huizen ontwikkelt. Als het meer rondom OV-knooppunten, et cetera is. Maar ik vind het ook interessant, de provincie heeft ook meegedaan met deze deal. Om juist te kijken hoe we daar meer mee op kunnen trekken. Dat neem ik graag als suggestie mee. Volgende vraag. Goedenavond, ik ben Benno Blokzel. Ik spreek onder andere namens Fietsbond Amsterdam. Ik vond het wel interessant om de uitspraak te horen van je moet eerst die verbindingen maken en dan eigenlijk pas gaan bouwen. Dat is hartstikke mooi dat natuurlijk zo'n station Havenstad er komt, hè, dat die ringlijn een stuk verder wordt doorgetrokken. Alleen wat ik zo gek vind, inward wordt nu eigenlijk al heel veel gebouwd, er is al heel veel gebouwd en eigenlijk is die verbinding er nooit. En kijk, die hele deal rondom Schiphol en de Zuidas, dat is een traject van jaren. Daar ga ik me ook niet mee tegenaan bemoeien. Maar ik snap niet zo goed de prioritering van een station in een gebied wat nog ontwikkeld moet worden, versus brugverbindingen, fietsverbindingen naar een stadsdeel wat al in ontwikkeling is. Duidelijk. Waarom, je hebt het net natuurlijk al gehad, waarom wel de bruggen en Ik heb net geprobeerd uit te leggen wel waarom het Rijk in elk geval nu in deze deal daar niet aan meegaat. Maar verder kan ik u alleen maar gelijk geven dat het ontzettend belangrijk is om nu wel de aandacht te richten op Noord ook. Ja, zeker. Dus dat staat nu wel echt hoog in de prioritering. De volgende vraag. Goedenavond, ik ben Harmen Bosk, een bestuurskundige en schreef destijds een scriptie over de Noord-Zuidlijn.
En dat is natuurlijk heel lang geleden. Maar je ziet wel hoe het werkt met politieke deals. En dat het uiteindelijk toch ook een politieke deal is die goed is gereconstrueerd. Recent ook in het Parool. Uw partijcongres heeft recent een motie aangenomen over de toekomst van de luchtvaart. Dat moet enorm gaan krimpen. En ik denk ook van we voeren eigenlijk hier nog steeds een discussie over groei. Terwijl we eigenlijk moeten gaan kijken hoe gaan we die klimaatcrisis oplossen en wat moet daarvoor gebeuren. En we zitten nog steeds in het dominante referentiekader van groei, alles gaat groeien. De Zuidas moet groeien, de internationale verbindingen. Terwijl we een heel ander probleem moeten oplossen. En daar passen vooral bij internationale spoorverbindingen. Vooral het investeren in NS, rail en niet in de metrolijn die vooral bedoeld is om toeristen te vervoeren van Schiphol naar het centrum van Amsterdam. Want daar hebben we eigenlijk ook wel een enorm probleem. Dus we zijn volgens mij eigenlijk moeten we een ander gesprek gaan voeren. En afstappen van dit dominante groeireferentiekader. Dat is de vraag. Wat u daarvan vindt, wat uw reflectie daarop is. Nou, volgens mij is dit, heb jij geprobeerd uit te leggen ook, dat dit juist is om internationale treinverkeer ook mogelijk te maken. En om juist meer ruimte te creëren op het treinverkeer door deze verbinding. Want door deze verbinding haal je heel veel reizigersstromen weg. Het is wel heel mooi ook dat u refereert aan die motie, waarin ik inderdaad ook, ik weet wie hem geschreven heeft. Ik vind het mooi dat hij is aangenomen. Dus volgens mij sluit het een het ander helemaal niet uit. Maar waarom investeert u dan niet gewoon alleen in de spoorverbindingen? Want die zijn van belang om Station Zuid belangrijk te maken, om verbindingen te leggen daar naar het buitenland toe. Want het boemeltje, dat gaat dat probleem niet oplossen. Nou, die haalde heel veel stromen weg die gewoon in Amsterdam moeten zijn. De metro die stopt niet in Zuid. Die heeft meteen een hele verbinding van Hoofddorp naar Schiphol naar Amsterdam. Ja. Dus dat is een hele grote verbinding. En die haalt heel veel gewoon verkeer dat eigenlijk in een stoptrein zit. Het is eigenlijk wel een beetje zonde om een stoptrein op zo'n duur spoor te hebben. Daar wil je gewoon ook de andere treinen hebben, de intercities. Bent u bereid dus uit te zoeken wat het nut is van die lijn? Ik heb op zich één vraag. Er zijn nog andere mensen achter je? Als de luchtvaart sterk gaat afnemen, dan wordt het een heel ander verhaal. Dank voor deze vragen. Wil probeer zoveel mogelijk mensen aan bod te krijgen. Wil je er nog iets aan toevoegen? Want ben je bereid daar meer op te lobbyen? Is dat het? Nee, om het te onderzoeken of het wel zin heeft. Nee, sowieso de komende 2 tot 3 jaar gaan we een verkenning in. Dus ik denk dat daar heel veel ruimte sowieso is. Maar ik denk dat er dan toch uit zou komen dat, de krimp, de Schiphol zal niet ineens verdwenen helemaal zijn. We hopen natuurlijk dat het veel minder is. Ja, we hebben nog hi. Hi. Hallo. Wie ben je en wat is je vraag? Mirjam Kazilius, Stichting Fietscultuur. Om te beginnen lobby je al 140 jaar voor een brug, dat weet je. Hè? En 10 jaar lang zit ik in allerlei clubjes met een heleboel andere mensen. Maar goed, gefeliciteerd met dit. De vraag is inderdaad dezelfde vraag als net. Hoe ga je havenstad aan de andere kant bouwen? Bij de aanleg daarvan, wat zijn daar toen als punten voor vervoer neergezet om te kunnen gaan bouwen? En ga je nog gebruik maken van het vereveningsfonds in de nieuwe nota, voorjaarsnota, als we geen geld krijgen voor het Rijk, om bijvoorbeeld de Oostbrug al te brouwen, die wel binnen het vereveningsfonds, daar is geld genoeg voor om de schop te beginnen en niet uit te stellen. Wij hebben plan uit te stellen. Dank. Allemaal goede suggesties. Ja, het vereveningsfonds, dat moet ik dan heel erg met mijn collega gaan bespreken natuurlijk. Maar kijken. Wat is dat? Het vereveningsfonds, dat is ook het fonds die krijgt allemaal inkomsten van als je grond uitgeeft om te bouwen. Mm-hmm. En daar kan je ook je openbare ruimte voor ontwikkelen, maar ook deels je infrastructuur. Hè, doe je daar dan bij. Dat hoort allemaal een beetje bij dat gebied. En daar wordt ook heel veel vanuit betaald. Hè. Dus ook een deel van wat we hier nu gaan investeren. Dus er wordt heel vaak infrastructuur uitbetaald. Ja, ik ga voor de fietsbrug, hè. En dat snap ik. Ja, zeker. Nee, dus dat is denk ik ook gewoon een gesprek. Ik denk dat we het breder nog moeten trekken door alleen maar naar dat fonds te kijken. Ik denk dat we gewoon best wel breed moeten kijken in de gemeente. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die brug er toch komt? Hoe kunnen we het gaan betalen? Ik heb even iets vergeten. Heel kort. Bij de vorige meeting zei je tegen mij, het komt allemaal goed in de voorjaarsnota. Wat bedoelde je daarmee? Ja, dat is dat waren wel hele zalvende woorden. Ja. Ik zei, we gaan dit allemaal bespreken. Nee, het hele beeld is nu ontstaan dat de brug van tafel is. En ik denk dat gewoon een verkeerd beeld is.
Hij ligt nog steeds op tafel, alleen we moeten er nog wel een besluit over nemen. Dus of het nu goed komt of niet goed komt, dat kan ik nu oprecht nog niet zeggen. Want we moeten dat samen met elkaar afwegen. En we hebben wel nog wat meer dingen, hè, die gewenst worden in de stad. En het zal ook afhangen van hoeveel geld we nog waar vandaan krijgen. We weten in elk geval dat het Rijk nu niet gaat meebetalen aan een brug. Nou, we moeten nog natuurlijk verder een gesprek met de vervoerregio ook voeren over of daar nog extra geld zit. Zo zijn we nu heel erg bezig in scenario's te bedenken. Ja, en een ander scenario is natuurlijk ook kijken, ja, tot wanneer, hè, hoe snel gaat de woningbouw eigenlijk in Noord? Wat is er nodig? Tot wanneer kunnen de ponten nog? Maar ook gewoon, kunnen we nu dat geld allemaal bijeenbrengen om toch te starten? Dank. Zometeen in het na, zeg maar, de uitsluiting kan je nog weer verder vragen stellen. Want we lopen bijna aan het einde toe. En er is één vraag gesteld over wat de omgeving doet. Specifiek wat de provincie doet, is blijven doorgaan met wegen aanleggen, werd er gezegd. Deel je dat beeld? Is het inderdaad zo dat de provincie onvoldoende daarop inzet? Nou, je ziet ook dat het daar wel minder wordt, hoor. Dus, Het was wel zo. En het is ook wel grappig, zelfs als je het hebt over autoluw en over bijvoorbeeld naar 30 kilometer per uur gaan en zo. Je ziet in veel meer steden en gemeenten die beweging ontstaan. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk niet zo hard als in Amsterdam, want het wordt daar ook minder snel druk. Maar inmiddels zie je zelfs dat daar allemaal centra ook druk worden. Dus dat mensen echt een verandering in denken plaatsvindt. Alleen ik denk dat het terecht is om te zeggen, vraag er aandacht voor, zodat je niet te lang nog als provincie eigenlijk investeert in dingen die niet meer toekomstbestendig zijn. Dus ik vind dat best wel een goede suggestie. En ik denk dat ik ook nog wel wil zeggen, want er wordt vaak, het was zo grappig, ik sprak vandaag Noord-Hollands Dagblad, die eigenlijk gaat zeggen, ja, alles wordt in Amsterdam uitgegeven. Wat heeft de regio hier nou aan? Mm-hmm. En de Amsterdammer die vraagt zich af, wat heeft Amsterdam hier nou aan? Dus het is altijd wel interessant om te zeggen, er zijn ook heel veel belangen bediend en niet één belang. Maar ik denk dat het wel goed is om te zeggen dat voor Amsterdammers er ook echt heel veel in zit. Hè, het is echt wel belangrijk dat onze regio bereikbaar blijft en dat Amsterdam bereikbaar blijft. Of je nou zelf hier woont, kinderen hebt, waarvan je het ook fijn vindt dat ze nog in de stad kunnen wonen. Want zonder deze bereikbaarheid kunnen we geen extra woningen bouwen. Of dat je graag dat je af en toe ergens anders werkt en nog ook graag ergens naartoe wil gaan. Of wil zorgen dat er mensen nog in onze regio kunnen werken. Bijvoorbeeld een leraar of de medewerker van je crèche of je kapper. Heel veel mensen die wonen niet per se meer in Amsterdam, maar zorgen nog wel voor dat ons dienstniveau op peil blijft. We willen ook dat de stad nog leefbaar blijft, dat de luchtkwaliteit verbetert. En daarnaast zorgt deze investering echt dat het hele openbaar vervoernetwerk veel beter zal gaan lopen. En dat je ook in de stad je sneller zal kunnen bewegen. Dus ik denk dat wou ik toch nog even zeggen, want dat wordt wel eens, het was moeilijk, hè, om in zo'n grote deal waar allerlei belangen raakt, ook dat te zien. Het is inderdaad toch wel een kluw aan besluiten of in ieder geval voornemens die genomen zijn. Als je dan kijkt, want jij bent inderdaad, je zegt het net al, je bent ook voorzitter van een vervoerregio. Maar je bent natuurlijk vooral, als je buiten Amsterdam komt, wethouder van Amsterdam. Hoe voorkom je dan dat je de arrogante Amsterdammer bent die tegen Zaanstad zegt, kom niet meer met de auto? Hoe kunnen we dat gesprek in die regio goed gaan voeren? Door dat niet zo letterlijk te zeggen. Nee. Maar te zorgen dat het gewoon een veel beter idee is. Dat wij dat wel doen. Vanuit Amsterdam, dat we het leggen, de rest van de regio dat moet doen. Ik zal je zeggen, het is dus wel interessant. Het is echt een verandering aan het. Het is een kentering. En ik vind sowieso ook dat we in dit hele proces de regio echt wel goed ook bij elkaar hebben gehouden. En we een hele fijne samenwerking met de regio gehad hebben. Waarbij ik inderdaad wel altijd kom van, Amsterdam schijnt arrogant te zijn. Maar het is ook gewoon een houding om te laten zien dat je heel graag wil samenwerken. En om inmiddels worstelen andere gemeenten ook met, eigenlijk wordt het hier ook een beetje te druk. En zien ze ook dat zij, dat het openbaar vervoer ook voor hen wat doet in drukte en leefbaarheid. En als iedereen met de auto komt, de regio die snapt natuurlijk ook dat je niet met z'n allen de stad in kan rijden, want dan sta je in de file. En daar houden veel mensen ook niet zo van. Dus ik zie heel veel bereidheid om juist met elkaar te kijken. Want er zitten ook VVD's en CDA's in de regio die echt wel veel begrip hebben voor de maatregelen die we nemen. Omdat ze gaan zien dat niemand heeft er wat aan als ook de auto niet meer kan doorstromen, maar alleen maar stilstaat. Dat is niet prettig bewegen.
Je bent, en dat is ergens, ik vraag me af of dat bijzonders mee bent, met een soort van alliantie ben je op pad gegaan naar Den Haag. Met ja. Wat, hoe, waarom is dat anders dan anders? Je gaat toch altijd met anderen op pad om te gaan lobbyen? Nou, veel regio's doen het gewoon met overheden. Ja. En ik denk dat met name bij de Noord-Zuidlijn al eerder, dat het wel best bijzonder was dat we inderdaad ook echt zo'n partnership hadden met de NS en ProRail en Schiphol. Maar ook met SADC, dat is dat is weer een gremium van, dankjewel, ja. Die daar ook aan het ontwikkelen is. Hè, dus die daar ook kantoren en woningen ontwikkelt, om daar helemaal gezamenlijk ook in op te trekken. En daardoor kan je meer geld genereren en weet je dat er een groot draagvlak is voor wat je doet. Dat is wel bijzonder, dus dat nu gedaan is. Ja. Ja. En zorgt dat dan ook voor meer, laat je zien dat er dan meer draagvlak is? Wat is dan, en kan de Fietsersbond zich daarbij aansluiten? Om er een organisatie te noemen? Nou, ik wil natuurlijk heel graag met de Fietsersbond trekken. We natuurlijk gezamenlijk op om meer fietsinfrastructuur voor elkaar te krijgen. Dus ik weet niet of zij ze gaan inzetten voor de Noord-Zuidlijn. Het is natuurlijk mooi om dat soort bondjes te sluiten. Hey, ik ben een beetje flauwe opmerking, maar ik vroeg me gewoon af, hoe stel je zo'n groep mensen samen? Dus hoe is die coalitie gevormd? Ja, ik was er toen natuurlijk niet, die echt werd gevormd. Dus dat is wel echt ver voor mijn tijd. Ik weet dat die inmiddels ook wel is uitgebreid natuurlijk met gemeente. En de provincie zit erbij, Haarlemmermeer zit erbij. En destijds is het gewoon ook bedacht, iedereen worstelt met dat de doorstroming op dat netwerk niet goed is. Er is heel veel belang vanuit alle kanten. Dus toen hebben ze gewoon de handen ineengeslagen. En het was vooral NS die dat ook trok, omdat die zagen, wij hebben hier zo'n knelpunt. We willen dit graag ook oplossen. Hoe kunnen we dit met jullie voor elkaar krijgen? En op dat moment was Den Haag nog niet zo, niet alleen maar enthousiast over het plan. Dat is echt in de loop der tijd gegroeid, omdat ze ook zien dat het steeds verder vastloopt. Het is nu ook echt een rijksprobleem geworden en ook nu een mooie oplossing. Super, dankjewel voor dit gesprek en dankjewel voor het ook uitleggen van wat allemaal op ons afkomt. Mag ik een grote applaus voor wethouder Melanie? Ja, bedankt. Dankjewel. En wij gaan hier zo meteen in Pakhuis verder met nog even met elkaar praten. Wees de volgende keer gewoon welkom. Altijd hartstikke fijn dat je hier naartoe komt. Al onze programma's staan op dezwijger.nl. En daar staan heel veel mooie andere gesprekken die er voorbij komen. Mooie series die we maken. Queer City is er eentje. Fem City is er eentje. We hebben bijvoorbeeld ook ongedeeld verbonden over de samenhangende stad. We gaan het binnenkort hebben over natuurlijk over woningbouw. We hebben het er eerder gehad over over energiearmoede. We gaan het binnenkort hebben natuurlijk over het nachtleven in de stad. Te veel om op te noemen, 600 per jaar wel. Kom gewoon naar ons toe en praat mee. Altijd gratis toegankelijk. Dat willen we heel graag houden en dat blijft ook zo. Maar wil je dat steunen, dan kan dat door zo meteen de QR-code te scannen. En dan kan je vrienden worden van Pakhuis de Zwijger. En dan kan je ons helpen ook dit soort programma's en dit soort gesprekken gratis toegankelijk te houden. Wij gaan uiteraard over dit onderwerp ook nog veel verder doorpraten. Want volgens mij moeten we het ook nog een keer hebben over wat er nou precies gaat gebeuren rond die Noord-Zuidlijn. En wat er precies gaat gebeuren. Want wij hebben nu eigenlijk over alles en niks gehad. Omdat het hele pakket is zo groot. Dus dat komt allemaal later. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.